allemaal en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Star Stable bedacht, laten we een bug uitbrengen die al bijna een half jaar in de game zit als update. Let's go! Het is wel zo. We kunnen nu doorzitten. Maar dat al, kunnen we al, hoe werkt dat überhaupt, het doorzet? Oh hier, je kunt alleen doorzetten als je paard draaft. Ja, maar met, Control moet je indrukken. Ja, als je in draf zit. Maar dat is met de cellen niet handig. Dus bij de cellen moet je op Q klikken, dan draven. En dan heb je zo'n knopje dat je dat kan doen. Je gaat draven. Letterlijk, als ik draaf en op Q druk, control druk, dan gaat hij gewoon doorzitten. Eén keer. Oh, je moet control. Ik dacht control en dan nog. Nee. Alleen control. Dat is handig, dat het één knop is. Ja, ze hebben er daadwerkelijk een knop voor gemaakt. Oh, plantje. Ze hebben letterlijk, maar nu is de vraag, kan je terwijl je doorzit springen? Ja! Wacht even. Dat is alles wat ik wil. Nou, dit is de hele update. Tot volgende week, jongens. Nee. Oh, dat ziet er zo dom uit! Plantjes. Ja, en er schijnen dingen veranderd te zijn op Moorland. Maar jij bent er al geweest. Nou, bij de races in de bak ben ik geweest. Ik mag er naar je heen. Hindernis! In je nek, hatsa. Ja, ik dacht, we gaan samen opnemen, want dan is er tenminste nog een beetje content deze week. Want er is helemaal niks te doen. Gelukkig komt volgende week Western Week. Yeah, boy. We kunnen meedoen dan voor het Pinter Champ. Dat kan, als mijn pakketje op tijd komt. Want er is precies niks te doen. Ja, maar ik denk, misschien zijn de races van Loretta... Ze hadden helaas de stansrace aangepast. Oh my god, is Riley mixed niet? Oh my god. Ik ben benieuwd naar haar. Waar ben jij nou weer heen? Ik heb de klassieke Bobcat race even aangeklikt. Die is zeker nog gewoon exact hetzelfde. Even kijken. Je begint met boomstammen. Ja, volgens mij is deze exact nog hetzelfde. Ik vind het wel leuk dat de paardenkapper die is, zeg maar, bukt. Ik kan mijn manen... Oh, jij moet de manenkastijlen aanklikken. Waarom is mijn... Hallo, mijn paard zo aan het spacen. Dank je. Oh, een boom. Zal ik hem kaal maken, mijn cellen? Nee! Hallo, jawel. Is leuk. Ja, ik wil nog steeds je telefoon eventjes een smijt geven. Want hij doet weer... Hij doet niet meer. Nee, nu niet meer. Ja, echt, mijn telefoon moet ik echt gewoon naar de andere kant van de kamer smijten. Wil je dat niet meer horen? Dat is echt irritant. Ja, het is echt vervelend. Weet je wat grappig is? Mijn telefoon die staat recht onder mijn microfoon. Nou ja, ik ben al lang blij dat er een oplossing is voor dat geluid. Heel eerlijk, ja, want het was echt vervelend. De bakrace is wel een beetje aangepast. Er staan nu vlaggen in de bak. Ja, maar dat was het enige. Bruh, hoe heb ik die gemist? Dit en is niet eerlijk. De bak is gerasterd met vlaggetjes. Ja, verder, wat er anders is, zijn dat die beginnersquests anders zijn. Ja, daar heb ik al 20 jaar niks meer aan. Nee, dat vind ik wel vervelend. Eigenlijk, want ja, je wilt het eigenlijk ook wel weer meemaken, maar ook weer niet. Of we gaan nu gewoon voor dit... Voor deze update gaan we een nieuw account aanmaken. Oh my god. En dan tot level 5 spelen. Hoe snel ben je bij level 5? Dat moeten we eigenlijk weer in de stream doen. Star Stable gratis account speedrun. Ja. Dat is leuk. Als jullie dat willen, laat het even weten in de comments. En dan gaan we gewoon een keertje samen live op YouTube. Want we zijn heel vaak live op TikTok. En dat we dan gewoon een nieuw account maken en dan... daarmee gaan spelen. Ja, gewoon gaan kijken, like, hoe snel krijg je het voor elkaar om level 5 te worden. Waar ben je, Amira? Kittenlord.
kan je dus eigenlijk met andere woorden helemaal niks meer in dit hele spel. Nee. Ik zeg het niet graag, maar ik miste dat je een dag moet wachten. Ja. Ze hebben het wel, je kan tegenwoordig wel heel veel snel achter elkaar doen. Ja, en dan is er ook gewoon geen stoppen aan. Even claimen. Oh, daar ben je. Ja. Oké, we gaan champ eisen aanzetten. Ik moet even kijken wat de PostNL doet, want ik krijg vandaag mijn gordijnen binnen. En de frontdream die gemaakt is. Maar die komt precies tussen nu en half. Bruh. Dat is echt vervelend. Laten we even een stoppertje gaan doen. Ik ben wel erg benieuwd. Eigenlijk moeten we volgende week ook samen opnemen. Hoe jij het Westernkamp gaat ervaren. Ach, daar zijn ze. Oh my god, ja! Be right back. Ik weet wat we kunnen doen. Een Jorvik pony kopen. Nee. Kom. Nee. Ik weet niet eens meer bij welke Jorvik pony ik ben gebleven. Weet jij dat nee, nog? Nee. We gaan wel in deze gang daar naartoe. Dat duurt eeuwen. Maakt me niet uit. Oké, ik ga even jou uitnodigen naar mijn homestable. Ja, weet je... Dan duurt het nog langer voordat ik er ben. Nee, dan gaan we gewoon traileren en dan ga je vanaf daar die pas doen. Ja, maar ik word gewoon weer terug hier naartoe geteleporteerd hoor, als ik uit jouw stal word gebonjourd. Oh, dat is waar. Even kijken. Mijn stal. Uitnodigen. Groep uitnodigen, zo. Ja, wacht even, want dan ga ik even voor die stal staan. Nu? Jeet. Zo, ik sta ergens voor Steve. Ik heb je uitgenodigd. Oh, daar ben je, ik kan al zeggen. Ik ben er gewoon. Ik krijg al paniek! Oké, dit zijn dus mijn huidige slachtoffers. Mooi, hè? Heftig. Dus dat betekent dat we een bruine en een palomino hebben en die twee lelijke. En die twee lelijke. Ja, hoe moet ik ze anders benoemen? Dus ik wil even weer weten waar ik zit. Dus we gaan naar Marley. Ik kan ook jouw dingen doen! Oh, lol. Of, ja, of dan zijn ze in mijn homestay ook weg. Dat weet ik niet. Volgens mij kan je dan bij mij doen, maar ik heb je eruit gedonderd. Oh, nee! Sinds wanneer? We gaan naar de oude schuur van Marley, ben je een veel deel. Ik voor mijn eigen homestable sta. Nou, oh, dat is altijd zo. Ik heb dat echt nooit gehad. Oh. Vorige keer werd ik echt in the middle of nowhere gewoon teruggebonjourd. Ik heb weer een trainpaard nodig voor volgende week. En nee, volgende week komen we Celle Frans uit. American Saddlebred. Jezus, ik heb echt een obsessie met Celle Frans. Met de snelle Frans. Ik heb ook een obsessie met de snelle Frans. Dat weet ik. Jij hebt ze allemaal. Ik heb ze allemaal. Zullen we een matchende Andalusier kopen? Nee, absoluut niet. Je kan die bruine kopen, want die heb ik al. Even kijken, als ik bij de donkerbruine ben... Oh, hier. Huh? Oh, die heb ik de... Oh, ik mag de grijze kopen. Wacht even. Die ene. Maar had ik die niet al een grijze? Die met die zwarte... Benen en zwart hoofd. Ja, de Blue Rowan-achtige, maar net geen Blue Rowan. Ja, een beetje wit. Ik kan me niet meer herinneren. In ieder geval, omdat volgende week nieuwe paarden uitkomen, ga ik nu geen Jorvik pony kopen. Goh, komt er eentje achter iets slims? Ja, het is maar 200 starcoins. Hoe duur zijn deze? Deze gaan eruit, toch? Echt ja, eruit. Deze zijn 300. Duur, man. Ik weet nog dat ik ze voor 900 had gekocht. Ik ook. En ik vind het echt...
als ik er nu zo terugdenk, vind ik het echt zo'n waste van mijn starcoins. Ja, same. Maar ja, vroeger was dat helemaal in en was dat zeg maar hoe wij nu over de Celebrants denken. Ja, want dat was, toen was dat het nieuwste paard. Ja, dus dat mag ook wel. Ooit worden de Celebrants ook 300 starcoins. Hé, hey, je staat op je paard. Oh lol. We gaan naar de champ rijden, leuk! Wauw. Moet toch wat te doen hebben vandaag, hè? Content. Wij zijn content creators. Ja, en zelfs op dagen dat het slecht gaat, moet er iets online komen. Want ik had niks voorbereid voor vandaag. Nee. We moeten eigenlijk even een invalvideo maken. Ja, ik had nogal let's train. Maar ik vind het ook wel leuk om gewoon eventjes gewoon lekker... om even doodleuk gewoon een beetje te spelen of zo. Dat doen wij toch altijd. Je gaat letterlijk stuk. Zomaar. Ik heb voetstuk. Mieuw. Happy lama sad, lama mentally disturbed, lama super drama, lama big fat mama. Ik moet nog steeds die foto's bewerken. Ik moet nog steeds die foto's doorsturen. Ja. Daarom zeg ik het eigenlijk ook. Ik zal ze hierna op de drive zetten. Ik had echt verwacht dat tijdens die PostNL bezorgpunt dat ik echt alles tegelijk binnen zou krijgen. Hoezo? Omdat ik nog 3 andere pakketten verwacht. Oh my god, jeetje. Ja, dus ik dacht, chill, dan komt hij. En dan komt hij gewoon met een hele stapel pakketten. Maar dat was niet. Maar weet je wat, dus nu, ja, ik... Heel veel voor de mensen. Ik wil heel graag een fotocamera kopen. Mm-hmm. Heb jij er gisteren nog naar gekeken? Nee. Oké. Okay. Ja, ik lag op bed, thuis en op eens te kijken. Het is echt, voor de spanningsboog is het echt heerlijk. Het is echt heerlijk. Het is alleen jammer dat ik elke keer al heb je om de 5 minuten het intro, dus ik moet het gewoon wel skippen. Ja, ik skip het intro ook altijd hoor. En dan krijg je zo'n overzicht van, dit was de vorige aflevering. Ik denk van, heb ik net gezien? Ja, dat ik skip zeg maar dat tot en met dat het intro zeg maar net afgelopen is. Ja. Want dat kan mijn spanningsboog aan. Precies. Big. Vet, mama. Oh my god, wat doe jij met je lippen? Wat doe ik met mijn lippen? Je poppetje doet een duckface. Wacht even. Ik heb er een foto van. Zelf Frans kijken niet echt blij. Nee, ze kijken wel heel serieus. Ik ga helemaal stuk. Dit ziet er echt hilarisch uit. Waarom doet mijn poppetje dit? Oké, okay. Wel. Hebben ze hier nog leuke dingen te koop, denk je? Weet ik niet. Waar ik wel benieuwd naar ben, is ik heb gordijnrails besteld van 2 meter lang. En die doos is geen 2 meter lang. Nee, maar dat zijn inschuifbare. Oh. Zeg maar, die heb ik hier ook hangen. Dat zijn die zijn, als je hem inschuift, die zijn ongeveer 1 meter lang, denk ik. Ik moet ze sowieso zagen. Want dit is geen meter. Ik dacht, ik koop er 1 en dan kan ik ze zagen. En dan heb ik er 2. Dat is toch hoe het werkt? Die teleurstelling in jouw ogen. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Dat is wel waar. Mensen, dit is de eerste keer dat mensen mij überhaupt met los haar zien. Naast de foto van die we met Insta hadden gemaakt. Ik ga gewoon volgende keer elke vriendschapverzoek die ik krijg, maak ik 1 euro over naar Insta rekening. Van elke vriendschapverzoek die ik krijg, koop ik een Jorvik pony. Oh my god. Net zoals zeker elke keer als iemand vraagt op welke server we zitten in de livestream. Ja.
wanneer mensen zeggen, mijn paard mag nog binnen blijven. Sorry, ik heb ze om 9 uur 's ochtends al naar buiten geflikkerd. Bruh. Heftig. Ja, want een pakket kwam ergens op deze tijd. En de update, dus dan ga ik vroeg naar Sal. Nu is dus de vraag, zitten we bij elkaar in de groep? Waarschijnlijk niet. Ik heb hoop. Ja! Ja, ja. Ik ben echt bijna level 10. Je paard. Oh ja. Oh my god! Jij staat ook gewoon als eerste van het lijstje. En ja, ik sta bijna altijd als eerste van het lijstje. Ik weet ook niet waarom. Ja, waarschijnlijk omdat je account dan het hoogste level is. Ik heb geen idee. Ik wil niet altijd de eerste zijn, oké? Voor mij ben je altijd nummer 1. Oh, lief! Kom op, snelle Frans. Je moet even wat sneller. Snelle Frans. Oh, ik heb de hik. Niet nu. Hoezo ging dat goed? Oh, kak. Er is ook maar 1 wedstrijd. Hoezo sta... Oh nee, dat ben jij niet. Ik dacht eerst dat tweede. Nou, ik stond wel eventjes tweede. Alleen, toen bedacht mijn paard zijn benen te stoten aan een boot. Dat is niet handig. Jezus, waarom springt het paard niet? Ik heb dit probleem ook. Daarom botste ik mijn benen tegen een boot. Het is net dat het paard is vergeten hoe die moet springen. Kan het zo goed gaan doorzitten? Ja, nu heb ik het toch al opgefokt. Nu ben ik toch al nummer 9. Ik stond eerst en ik ga niet verliezen van 2 nieuwe Yorkshire ponies. Oh, ik heb hier toch helemaal geen zin in. Oh my god. Oh, dat was een muur. Ik reed tegen een muur op. Waarom zijn champs? Vertel mij dat. Wat is champ en wat staat vast aan goed? Ah. Nee. Dit doen we niet. Ik ga niet door nummer 10 ingehaald worden. Dat doen we dus echt even niet. Kom op, Wave Cave. Nou, fijn, derde. Waar sta jij dan? Oh, derde. Je hebt wel verloren van de New York. Ja, vreesel. Mijn paard even poetsen. Dan kan jij ook finishen. Dan is mijn paardje lekker level 12. Als hij 13 is, ben ik weer gelukkig aan mijn leven. Kom mee, Amira. We gaan XP ophalen in Moorland. Yippie. Echt hoor. Het spel is leuk. Ja. Star Stable is een leuk spel. Goede details, goede klantenservice. Nooit bugs. Ja, en dit is dan waar je dat geld voor betaalt, hè? Maar welke stagiair heeft bedacht om een... Ja, 72 euro voor een lifetime account. Om een bug als update uit te brengen. Ja. Jee, okay. Je kan doorzitten. Update klaar. Ja, maar ze hebben alleen de controle nu veranderd. Ja. Op zich wel fijn. Heel eerlijk, ja, want je kan nu dus ook een speciale paard met een speciale pas kan je nu doorzetten. Maar ik kan wel vanaf level 4 doorzetten. Waarom specifiek level 4? Dat is wel een goeie. Kijk, dan heb je level 4 doorzitten. Oh ja, hier, begin van de band, snelste galop leiden aan touw doorzitten. Gezelschap, dan is 6 nog vrij. 8, 10 en 12. En 14. Oei. Ja, en nu, wat gaan we nu doen? Uitloggen, heb ik een goed idee. Hey,
ik weet niet voor jou, maar ik moet gewoon nog vissen en ik moet nog best veel doen. Ja, ik ook op een andere account, maar niet op deze. Dus we sluiten lekker af. Vond je deze video leuk, vergeet niet te liken, te abonneren. En dan zien we je de volgende keer weer. Want de video van zaterdag wordt leuk. Doei!